Met de zogenaamde Bosmanwet wil meneer Bosman van de VVD voorkomen dat kansarme Antilliaanse jongeren naar dit land komen. Daar kan je toch niks op tegen hebben, zou je zo zeggen. Een paardenmiddel. Hij kaart een serieus issue aan, namelijk overlast van Antilliaanse jongeren. Maar dat los je niet op door je eigen straatje schoon te vegen. Hoe moet je er dan mee doen, in zee gooien? Nee, zeker niet. Wat de heer Bosman wil, is proberen te verhinderen dat Antilliaanse jongeren hier naar Nederland komen. Kansloze Antilliaanse jongeren. Kansloze Antilliaanse jongeren. Nou, prima idee. Niks meer aan doen. Strik eromheen. Klaar. Als je de taal niet spreekt, als je geen opleiding hebt en geen inkomen en geen werk, wat kom je dan doen in Nederland? En dat is de vraag. Wat kom je dan doen? En als je daar geen goed antwoord op hebt, dan stel ik voor, joh, kom dan niet. In ieder geval niet van het weer genieten. Dat is daar toch een stuk lekkerder. Dat is een stuk lekkerder daar, dat weet ik zeker. Maar dan zitten die jongeren daar en dan zorgen ze daar voor overlast. Nou, dan los je niks op. Nou, dat is lekker ver weg. Ja, maar nog steeds zorgen ze voor overlast. En we zijn één koninkrijk, we horen bij elkaar. We moeten problemen die we samen hebben, moeten we ook samen oplossen. Dus een zak geld sturen? Ja, dat is altijd wat wij doen. Wij sturen altijd een zak geld erheen. Onderwijs, werk. Dat is toch allemaal geld? Nou, dat zijn dezelfde eisen die de Antillianen stellen aan Nederlanders als ze die kant op willen. Dus het is een stukje wederkerigheid. Dus we doen eigenlijk datgene wat zij doen, doen wij ook. Veel grote steden hebben ongelooflijk veel problemen met Antilliaanse jongeren. Omdat het crimineel tuig is. En hij zegt, ja, je komt hier of om naar school te gaan, of met een zak geld, of je hebt werk. En anders blijf je maar lekker daar. Nou ja, dat is toch fantastisch? Het is niet zo dat alle jongeren crimineel zijn. Dat zei ik toch ook niet? Nou, u wilde wel een beetje die kant op. Helemaal niet. Ja, dat vond ik wel. U moet mij niet stigmatiseren. Daar hou ik helemaal niet van om zo in zo'n hoek gedreven te worden. Ik ben geen Antilliaanse crimineel. Hero Brinkman heeft één keer iets zinnigs gezegd in zijn hele politieke carrière. Dat is namelijk dat het een corrupt boevennest is daar. Vindt u dat ook? Die termen gebruik ik niet. Maar het is vol met boeven en die moeten daar blijven. Nee, ook niet. Maar degene die geen ambitie hebben, niet de taal spreken, geen intentie hebben om zich hier op een positieve manier te vestigen, moeten hier gewoon niet komen.